Laat iedereen qua komen? Ja. De gedachte van dit pad is dat je de opgang naar het strand direct verbindt met het nieuwe dorpsplein. En dat je eigenlijk straks zoveel mogelijk mensen begeleidt via dit pad naar het dorpsplein. Zodat ze na afloop van zo'n mooie dag aan het strand denken, hey, hier kan ik ook nog even een hapje eten of een ijsje halen. Of op de heenweg misschien wel denken, ik heb nog geen frisbee meegenomen. Dus dat dat dorp veel meer verbonden wordt met het toeristische karakter wat we nu hebben van het strand. Ik ben er zeker blij mee, want het is weer een van de punten, belangrijke punten, ontwikkelingen. En ik denk, ja, zo langzamerhand gaan we toch naar het vernieuwde Petten. Het dorp Petten ondergaat een hele metamorfose. Vroeger lag hier een geasfalteerde dijk, de Honsbosse Zeewering, iedereen kent het nog. En daar zijn duinen voor geplaatst. Het is een prachtig landschap waar nog steeds mensen met open mond naar staan te kijken. En wij samen met de provincie heeft er veel geld in gestoken, hebben dat moment van die nieuwe duinen aangepakt om Petten helemaal om te toveren tot een badplaats. De ontwikkeling van het dorp gaat minder snel dan gehoopt omdat er nog rechtszaken lopen, waardoor er bijvoorbeeld geen strandhuisjes gebouwd mogen worden. De stranden trekken al wel veel badgasten, maar daar merkt het dorp nog niet veel van. Nou, dat is dus door die rechtszaak, is dat die dus eigenlijk een rem legt op de nieuwe ontwikkelingen. Dat is veel minder. En dat is, nou, helaas is dat nog niet zo. Als ik één ding heb geleerd in de politiek, dan is het dat je nooit moet opgeven en dat je uiteindelijk altijd je zin krijgt. Dat geldt hier ook voor. Het is een enorme lange rechtszaak waar wij niks aan kunnen doen, want ja, wij hebben geen invloed op de rechter en dat is maar goed ook. Petten komt zeker hieruit, hoe dan ook. Dat gaat zich verder ontwikkelen. Alleen ja, je hebt een lange adem nodig.